dames en heren. Het is 8:00, hoogste tijd om te beginnen, want we willen ook op tijd eindigen. Ik heet u allen van harte welkom hier in de zaal en ook de aanwezigen online. Wat is het mooi om weer zo'n grote volle zaal hier, de aula, dit keer terug te zien. We hebben het gemist, het is lang geleden. Maar het is een mooie volle zaal voor een prachtige spreker, dus we gaan een mooie avond tegemoet. Mijn naam is Dijkhuizen, ik ben bestuurslid van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap in Groningen. En het verheugt mij zeer om de spreker van vanavond en zijn topic te mogen inleiden. Want het Koninklijk Natuurkundig Genootschap samen met Studium Generale Groningen organiseert jaarlijks deze kapteinlezingen. Dit is de 9e keer, hebben we vanavond nog even samen op een rij gezet. En we hebben elke keer zeer gerenommeerde sprekers, ook vanavond. J.C. Kaptein, onze voorzitter zal waarschijnlijk aan het eind daar nog een... Hij schudt van nee. J.C. Kaptein, de eerste hoogleraar astronomie van de Rijksuniversiteit Groningen, vooraanstaand astronoom, heeft ook veel betekend voor het Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Hij was onze keuze om deze speciale lezing van ons KNG na te vernoemen. De spreker van 2022 is professor John van der Oost, Wageningen Universiteit en Research. Een gerenommeerd microbioloog in Nederland en ver daarbuiten, bekend vanwege zijn werkzaamheden aan de CRISPR-Cas-technologie. Daar ga ik betrekkelijk weinig woorden aan wijden, want dat is nou juist zijn onderwerp. Dus daar moet ik niet dingen over gaan zeggen als leek, mede-microbioloog weliswaar, maar het is zijn specialisme. Dus daar blijf ik grotendeels vandaan. Maar hij is pionier op het terrein van de CRISPR-Cas-technologie. Daarom bent u vanavond allemaal gekomen. Een nieuwe technologie om aan erfelijk materiaal onderzoek te doen, zoals hij zal uitleggen. Wat mij betreft is John van der Oost dicht bij de Nobelprijs geweest, die niet al te lang geleden uitgereikt is. Op een goed moment, wanneer hij wat vermoeid is, zal ik hem dat nog even extra vragen. Misschien straks in de nazit, wie weet, want ik ben toch wel heel benieuwd. Wat mij betreft had hij het verdiend. Maar hij is in ieder geval ook heel bekend vanwege zijn Spinoza-prijs, wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, die hij in 2018 ontvangen heeft. En hij is ook lid van het Koninklijk Natuurkundig. Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, hè? De Nederlandse Academie van Wetenschappen. KNG zit er zo in, dat blijft vooraan staan. De CRISPR-Cas-technologie die kan gebruikt worden, nu we er zoveel kennis van hebben, voor het modificeren, het engineeren van DNA van micro-organismen, van planten en van dieren en dus ook van de mens. En dat opent dus heel wat mogelijkheden voor onderzoek aan mogelijke verbeteringen of bestrijding van ongewenste eigenschappen. Na deze lezing hebben we kleine 30 minuten de tijd voor het stellen van vragen. Maakt u daar gebruik van? Want er zijn ook heel veel uitdagingen met het gebruik van dit soort technologie. Hoe ver gaan we daarin? Is het ethisch verantwoord? Is het veilig? Laten we al die punten even bij langs gaan nu we die expert John van der Oost in ons midden hebben vanavond. John, het woord is aan jou. Veel succes. Dankjewel, Lubbert, voor deze mooie woorden. Het is een grote eer om hier om in deze prachtige zaal te staan. Toen we hier na het diner kwamen aanlopen, is het geweldig hoe dit gebouw verlicht is en wat het uitstraalt. Ik vind het super dat ik hier mag staan en over dit prachtige onderwerp met jullie mag spreken. Verder is het zo dat het nog veel leuker is om inderdaad weer eens de mensen aan te kunnen kijken tijdens een lezing. Dat is 2 jaar geleden. En dat is een uniek moment. En eigenlijk gaat het heel geleidelijk. We hadden een voorbespreking vorige week. En toen zeiden we van het gaat eigenlijk steeds beter met corona. En het is mooi dat het allemaal weer kan. Maar eigenlijk is er niet één groot bang moment. Dus eigenlijk wil ik vanavond er een bang moment van maken. Van dit wordt het grote feest. Dus ik ga jullie eerst die lezing geven. Maar dan gaan we toch daar een glas op drinken. En ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen gaan doen. Oké, vandaag gaan we het over de CRISPR-Cas-revolutie hebben. En wat ik hier al opgezet heb van op de eerste slide van biologie tot toepassing.
Dus wat ik ga proberen, er werd meerdere keren op me op het hart gedrukt om het vooral niet te ingewikkeld te maken. Nou, is het CRISPR-systeem is behoorlijk ingewikkeld, maar ik ga mijn uiterste best doen. Om toch het niet te veel in Jip en Janneke taal te houden, maar om toch ook een klein beetje de diepte in te gaan. Hoewel ik me ervan bewust ben dat jullie allemaal een andere achtergrond hebben, ga ik toch proberen om het aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. En om dat te doen heb ik het volgende bedacht. Dit zijn de onderwerpen die langskomen. Dat zijn een viertal onderwerpen. Dus de ontdekking, het mechanisme, de toepassingen uiteindelijk van CRISPR. Verder wil ik afsluiten met een soort discussie over de hele GMO-regelgeving. Dus eigenlijk de toepassingen van CRISPR in voedsel. Maar omdat jullie zo'n brede achtergrond hebben, waarschijnlijk, wil ik beginnen met een korte inleiding van wat is DNA ook alweer? En wat is RNA? En wat zijn eiwitten? Dus daar gaan we mee beginnen. En als het allemaal te ingewikkeld wordt, dan is het goede nieuws dat na elk stukje, elk blokje van de onderwerpen die ik net heb laten zien, dat ik dan een korte samenvatting geef. Dus als jullie op een gegeven moment afhaken of aan andere dingen zitten te denken, dan is dat het moment om weer op de rails te stappen. Oké, dus we beginnen met DNA. Nou, DNA zit in alle levende cellen op deze planeet. En DNA is het erfelijk materiaal van die levende cellen. Nou, sommige van de levende organismen, die bestaan slechts uit één cel. Nou, dat zijn bijvoorbeeld de bacteriën. Wij zelf hebben er veel meer. Wij hebben er niet een miljoen, niet een miljard, maar een biljoen. Dus we hebben een biljoen cellen. Daar is ons lichaam uit opgebouwd. Als je daarover nadenkt, word je er duizelig van. En het is ongelooflijk dat het allemaal werkt in de meeste gevallen. Oké, wat ik al zei, het DNA is in elke cel zit dus DNA. In de bacteriecel, maar ook in de menselijke cel. En als je goed kijkt, dan zie je zelfs overeenkomsten. Daar heb ik het met de inleider van deze avond, heb ik het daar tijdens het diner over gehad. Dat tijdens de evolutie zijn die micro-organismen verder ontwikkeld en uiteindelijk zijn dat de meercellige organismen, zoals wij zelf, zijn daaruit ontstaan. Nou, Wat kan ik hier verder over zeggen? Dat die bacteriecellen zijn natuurlijk heel klein, menselijke cellen zijn veel groter. En ook het DNA van die menselijke cellen is groter. En ons DNA bestaat uit 3 miljard verschillende letters. En dat is 1000 keer zoveel als dat van een gemiddelde bacterie. Die hebben er 3 miljoen. Oké, en dat DNA, hoe ziet dat er ook alweer uit? Nou, dit soort plaatjes, dat kennen jullie denk ik allemaal. Als we dat schematisch gaan weergeven, dan ziet dat er als volgt uit. Dit is zo'n dubbele helix. En wat je daar ziet, is eigenlijk zie je dat er 4 verschillende kleurtjes zijn. Dus 4 verschillende letters of 4 verschillende nucleotiden die 2-aan-2 paren vormen. Dus in dit geval is de donkerblauwe en de roze, die vormen altijd een paar. De ene kant op of de andere kant, dat maakt niet uit. En de gele en de groene vormen ook een paar. Dat zijn de bazenparen. Nou, dit is dus een eenvoudige weergave. Dit zijn maar 9 van die bazenparen. Dus wat ik al zei, in een bacterie zijn er bijvoorbeeld 3 miljoen van. Dus dat zijn er een heleboel. Dus dit is uiterst simplistisch weergegeven. Nou, wat gebeurt er als een cel gaat delen? Dus een bacteriecel, maar het kan ook een cel in het menselijk lichaam, dan moet dat DNA vermeerderd worden. En dat gebeurt als volgt. Die twee DNA-strengen gaan uit elkaar. En dan worden ze eigenlijk letter voor letter wordt dat ingevuld. En omdat dat eigenlijk maar op één manier kan passen, betekent dat ook dat eigenlijk dit leidt tot twee identieke DNA-strengen. Kijk maar naar de twee plaatjes en zoek de 10 verschillen. Nou, die zitten er niet, want ze zijn identiek. En dat is het mooie van de biologie. Dat gezegd hebbend, soms gaat het mis. En gelukkig gebeurt dat heel af en toe. En dat is heel vervelend, in geval van erfelijke ziektes. Maar het heeft ook aan de basis gestaan, bijvoorbeeld, of het staat aan de basis van de evolutie, die eigenlijk continu doorgaat. En die is ook gebaseerd op
op eigenlijk foutjes, of voor een deel in ieder geval foutjes die ontstaan tijdens het dupliceren van die DNA-moleculen. Oké, nu gaan we een stap verder. Wat ik al zei, de genetische informatie is opgeslagen in het DNA. Nou, hoe kunnen we daar nou eigenlijk iets mee gaan doen? Nou, de functionele eenheden van een biologische cel, dat zijn de eiwitten of de enzymen. Die zorgen voor heel veel van de activiteit van de cel, of de omzettingen of de speciale functie. Dus hoe kan nou die informatie van het DNA eigenlijk tot expressie komen, zoals we dat noemen? Nou, dat gebeurt eigenlijk weer op dezelfde manier. Die twee DNA-strengen gaan uit elkaar. En dan wordt één van de twee DNA-strengen van een gen. Dus een gen is ook gelegen op het DNA. Die komt tot expressie, die wordt overgeschreven als een ander molecuul. En dat lijkt op zich heel veel op het DNA. En ik ga niet in zoveel detail om die verschillen uit te leggen. Maar dat DNA, als dat overgeschreven is, dan gaat het weer terug naar de uitgangspositie. En dat RNA gaat vervolgens zijn werk doen. En ik zei al, uiteindelijk moet het eiwit worden. Nou, hoe kan dat? En in feite is het dit soort plaatjes. Toen ik dat op de middelbare school van mijn biologieleraar hoorde, toen had ik zoiets van, hoe kan het? Dat zoiets ontstaat, of dat zoiets bestaat eigenlijk. Dat is voor mij eigenlijk het moment geweest dat ik zeker wist dat ik biologie ging studeren. Dus dat RNA moet op een gegeven moment een vertaalslag maken, letterlijk en figuurlijk, naar die eiwitten. En dat gaat op deze manier. Dat gaat ook weer met een ander soort RNA. Dat zijn weer diezelfde kleurtjes. Maar elk klein RNA-molecuul wat hier kwam binnenzweven, heeft een specifieke volgorde van die drie bouwstenen, die drie letters, die ook weer perfect passen op eigenlijk het DNA of eigenlijk op die RNA-sequentie. En verder zijn er heel veel verschillende RNA-moleculen, en die nemen allemaal één van de 20 verschillende bouwstenen van de eiwit mee. Oké? Dus nummer 1 is de eerste bouwsteen, een aminozuur noemen we dat, van het eiwit. Nou, dan gaat dat hele proces door. Dan zien we dat op een gegeven moment er een koppeling ontstaat tussen die twee bouwstenen. En we zullen ook zien dat die dan loslaat van het RNA. Nou, en zo gaat het proces door. Komt weer een nieuwe verbinding, laat los van het RNA en die ook. En dit zijn maar 3 aminozuren. Normaal zijn eiwitten minstens 100, soms wel enkele duizenden aminozuren. Nogmaals, heel simplistisch, maar zo werkt het. En het mooie is, en ik hoop dat jullie dat een beetje meekrijgen, dat het allemaal te maken heeft met specificiteit. Want die specificiteit zorgt ervoor dat het DNA mooi kan repliceren, maar ook dat specifieke aminozuren in de goede volgorde aan elkaar gereigd worden als kralen van een ketting. Dus hier zien we weer de dubbele helix, maar ook de driedimensionale structuur van een eiwit. In dit geval is dat een suikerbindend eiwit. En dat bevat bijvoorbeeld 250 verschillende aminozuren. Om even een idee te krijgen. Oké, dit was het eerste blokje. Wat hebben we nu geleerd? Nou, we hebben geleerd dat het DNA heel specifiek kan binden. Dus de ene DNA-streng aan de andere DNA-streng. Verder wordt het heel specifiek overgeschreven in RNA. En het gaat ook weer via die specifieke paring van die letters. Dus die basenparing. En verder wordt het RNA heel specifiek vertaald in eiwitten. Wat ik al gezegd heb, is dat het belangrijk is om te realiseren dat het eigenlijk meestal goed gaat, maar soms gaat het fout. En het hangt er vanaf aan wie het vraagt. Maar sommige mensen zeggen van, nou, dat is positief. Dat geeft bijvoorbeeld aanleiding tot de evolutie. Als dat niet zou gebeuren, als het allemaal heel specifiek zou blijven, foutloos, dan zouden we hier niet zitten met z'n allen. Dan zouden we nog steeds als een stelletje bacteriën in een modderpoel ergens zitten. Maar dat is dus niet gebeurd. Verder kan het ook negatief zijn. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld aan genetische ziektes. Die kunnen een gevolg zijn van foutjes
tijdens dit soort processen. En verder kan je ook denken, om even weer de brug te maken naar corona. Verder is het ook zo dat alle mutanten van corona, die zijn daar dus een voorbeeld van. En dat is heel slim van het virus. Dus die kan iedere keer kan die onze slimme trucjes van ons afweersysteem of van onze vaccins kan die op die manier omzeilen. Maar voor ons is dat natuurlijk vervelend. Maar nogmaals, het is vandaag een feestavond, want we zien het licht aan het eind van de tunnel. Dus we gaan daar iets moois van maken. Oké, tweede stukje. Dat gaat over de ontdekking van het CRISPR-systeem. Nou, om dat in te leiden moeten we, net als dat mensen last hebben van virussen, hebben bacteriën dat ook. Een virus, dat is een deeltje wat eigenlijk een omhulsel is van eiwitten. Dus een eiwitkapsel met daarin een stukje, of daar ook weer een soort klein chromosoom. Dus een klein stuk DNA. En dat is weer een keer of duizend. Dat heb ik in mooie stapjes gedaan. Er zijn ook grotere virussen. Maar om een idee te geven. Dus virussen zijn veel kleiner dan bacteriën. Die zijn weer veel kleiner dan de menselijke cellen bijvoorbeeld. Oké, nou verder is het ook goed om te realiseren dat, wat ik al zei, bacteriën hebben ook last van virussen. Maar dat zijn gelukkig niet dezelfde virussen als van waar wij last van hebben. Dus wij kunnen nooit geïnfecteerd worden door humane of door bacteriële virussen. Sterker nog, we kunnen virussen zelfs inzetten om vervelende bacteriën te onderdrukken. Dat noemen ze dan vaagtherapie en dat is een prachtige toepassing. Maar nu dwaal ik af, dus dat moet ik niet te veel doen, want anders worden de mensen van de organisatie zenuwachtig. Maar in ieder geval, hier zien we een voorbeeld van een menselijke virusinfectie. En we weten natuurlijk allemaal hoe dat is gegaan met corona. Verder hebben planten ook last van virussen. Dit is een plaatje van een tabaksblad. Dat heeft ene meneer Beierink, de ontdekker van de virussen, heeft dat ooit, of die is dit beginnen te bestuderen in Wageningen. Later is hij in Delft doorgegaan. En daar heeft hij een aantal doorbraken bereikt. Maar ook planten kunnen dus geïnfecteerd worden door specifieke plantenvirussen. In dit geval het tabaksmozaïekvirus. En dit is een voorbeeld van een petrischaal. Dus dat is een manier om bacteriën op te groeien. En als je normaal die bacteriën uitplaat, zoals we dat noemen, dus verspreid over zo'n plaat en je incubeert het, je zet het overnacht weg bij 37 graden bijvoorbeeld, dan kan het zo zijn dat het een mooi bacteriedek vormt. Maar als je diezelfde bacteriën zou uitplaten in de aanwezigheid van virussen, dan krijg je die gaten in dat bacteriedek. Dus dat duidt op de aanwezigheid van specifieke virussen, dus die specifiek deze bacteriecel kunnen binnendringen. Oké, we gaan nu inzoomen op de bacteriën, want we moeten de brug maken naar het CRISPR-systeem. Nou, hier zie je een schematische bacteriecel en een schematisch virus. Dus dat virus, dat kan ook weer op een specifieke manier, kan die een bepaalde bacterie herkennen. En dan zien we dat in dit geval het genetisch materiaal wordt eigenlijk naar binnen gebracht. Dus dat is eigenlijk de infectie. Dan wordt dat DNA wordt vermeerderd. Dat hebben we net gezien hoe dat gaat. Maar ook wordt het overgeschreven naar RNA en dat wordt vertaald naar eiwit. Nou, die eiwitten vormen de kapsels. Het DNA wordt vermeerderd. En dat betekent onder specifieke condities die ideaal zijn voor het vermeerderen van het virus, kan het zo zijn dat in 20 of 30 minuten zo'n infectie kan leiden tot 50, soms wel 100 nieuwe virusdeeltjes. Dus dat kan op een gegeven moment zo door blijven gaan. En dat kan een hele bacteriepopulatie wegvagen. Totdat een bacterie eigenlijk gevonden wordt die in staat is om zich te verdedigen tegen zo'n virusinfectie. Nou, eigenlijk al sinds het onderzoek aan bacteriën en hun virussen begonnen is in de jaren 1950, 1960, zijn de eerste afweersystemen van bacteriën al ontdekt. En eigenlijk als je naar dit lijstje kijkt, dan zie je dat die eigenlijk actief zijn op alle niveaus van de
van de cyclus van het van de vaagvermeerdering. Dus het begint met aanhechting die geremd kan worden. Dan de DNA-injectie, dus het binnenbrengen van het genetisch materiaal, die kan geremd worden. Verder kan het zo zijn dat op een hele specifieke manier kan het binnendringende vreemde virus-DNA herkend worden en afgebroken. Dus dat is ook een prachtig systeem. En dan wat op zich ook een prachtig systeem is, is de laatste, een zelfmoordsysteem. En dat betekent dat eigenlijk al die andere systemen gefaald hebben, maar toch kan die bacterie dan op een gegeven moment het signaal krijgen van hey, er is hier iets goed fout. En dat induceert dan eigenlijk een mechanisme waardoor de cel zichzelf kan kapotmaken. En dat klinkt eigenlijk heel raar, van hoe kan dat nou een voordeel zijn in de evolutie? Maar dat moet je dan op een groter niveau zien. Het is een voordeel voor de bacteriepopulatie. Dus op deze manier kan één cel zich opofferen om de rest van de populatie te redden. Prachtig systeem, zou ik ook een uur over kunnen praten, misschien een volgende keer. Maar nu moeten we de stap maken naar het CRISPR-systeem. Dat is ook zo'n afweersysteem. Nou, dit is hoe dat eruit ziet. Dus hier zien we de letters van het DNA van een stukje CRISPR. En CRISPR, hier is dat nog eens een keer schematisch weergegeven, dus hieronder. En wat we hier zien is dat er hier die stukken die ik wit gemaakt heb en onderstreept, die zijn iedere keer precies hetzelfde. Het begint met GAG, TTC en het volgende blokje hier, idem dito, hier opnieuw enzovoort. Dus dit zijn stukjes die zijn iedere keer identiek. Dat noemen we de repeats van het CRISPR-systeem. En CRISPR, dat is een mooie naam voor een ingewikkelde, veel langere naam. En het staat dus voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. En die repeats, dat zijn de repeterende stukken, dus die zijn allemaal hetzelfde. Tussen die repeats liggen stukjes sequenties, noemen we dat. Dus eigenlijk die letters weer, die zijn iedere keer anders. Dus daarom heb ik ze weergegeven in verschillende kleurtjes. Ook hieronder zie je dat dit is eigenlijk een stukje CRISPR. Dus dat is een repeterend stuk DNA. Iedere keer hetzelfde blokje met daartussenin stukjes vreemd DNA of stukjes afwisselend DNA die iedere keer verschillen. Verder is het zo dat naast die CRISPR's, dus dat is gelegen op het DNA van een bacterie. Daarnaast die CRISPR's, naast die repeterende stukken, liggen dan genen. En die genen die worden de CRISPR-associated, dus de CRISPR-geassocieerde genen genoemd, de Cas-genen in het kort. En die coderen, die bevatten de code voor Cas-eiwitten. En die Cas-eiwitten die doen het werk samen met die CRISPR, zoals we zo meteen zullen zien. Een hele belangrijke vinding was 15 jaar geleden ongeveer, of nee, langer al, in 2005, dus 17 jaar geleden inmiddels, dat die stukjes die iedere keer afwisselend zijn, dat die eigenlijk de sleutel zijn tot het ophelderen van de functie van dat CRISPR-systeem. Want wij hadden dit soort repeterende stukken, met name hadden we ook al wel eens in het DNA van bacteriën gezien, maar daar konden we geen chocola van maken. We hadden geen idee wat de functie was. Maar toen mensen die stukjes tussen die repeterende stukken, dus de variabele stukken, toen ze die in kaart gingen brengen, toen bleek dat die heel veel leken op sequenties van virussen. Oké? En toen kwamen mensen met het voorstel van nou, misschien hebben we hier wel te maken met een nieuw virussysteem. En dat bleek inderdaad het geval. Dus om dit blokje weer af te ronden, die CRISPR's, dat zijn clusters van, dus op het DNA van bacteriën, clusters van afwisselende repeats en spacers en repeat spacer, repeat spacer enzovoort. En verder is het zo dat naast die CRISPR's liggen dus die Cas-genen die heel belangrijk zijn, zoals we zo meteen zullen zien. En verder wat heel belangrijk is dat die stukjes, die spacers, die lijken dus op stukken van een virus.
En zoals we zullen zien is inderdaad dat CRISPR-Cas-systeem een antivirussysteem van bacteriën. Dus net als dat wij afweersystemen hebben om ons toch een beetje te wapenen tegen die virussen. Soms hebben we daar vaccins ook bij nodig om het nog beter te maken. Maar zeker ons eigen afweersysteem, die helpt, die is zeer actief, die helpt heel erg mee. Zo hebben ook die bacteriën beschikken over dat soort systemen. Oké, het volgende stukje gaan we het hebben over het mechanisme. Hoe werkt het nou eigenlijk? Oké, nou hier zie je een plaatje weer van een stuk van een bacterie. En daar zie je dus weer eigenlijk zo'n CRISPR hier en daarnaast die Cas-genen. Nou, als er vervolgens een infectie is van een virus. Dus hier komt het virus, die herkent de buitenkant van de bacteriecel als zijnde een geschikte gastheer. Die kan aanhechten, zijn DNA naar binnen brengen. En onder bepaalde omstandigheden kan dan het CRISPR-systeem in actie komen. Die kan bepaalde stukjes van het virus-DNA in stukken knippen. Dat zie je hier gebeuren. Dus ze binden aan de DNA en dan knippen ze er een brokje van dat DNA knippen ze uit. En dan, en nu moeten we even op dit stuk van de CRISPR letten. Dan wordt het DNA aan één kant van de CRISPR opengebroken. Knip. En er wordt een stukje van het repeat wordt verdubbeld. Oké? En dan wordt vervolgens dat nieuwe stukje van het virus-DNA wordt daar ingepast. Oké? En dan hebben we dus te maken eigenlijk is dit het geheugen van het CRISPR-systeem. Op deze manier kan het systeem door eigenlijk de informatie, de DNA-informatie in te bouwen in de CRISPR op zijn eigen chromosoom, kan die onthouden wat eigenlijk de boosdoeners zijn, wie de indringers zijn. Ik maak wel eens de vergelijking met het archief op een politiebureau met daarin de informatie van inbrekers of de vingerafdrukken van inbrekers. Zo moet je eigenlijk zo'n CRISPR zien. Dus de CRISPR is het geheugen van het afweersysteem. En dit is ook dus een afweersysteem, dus een immuunsysteem wat zichzelf kan aanpassen. Dus dat kan door evolueren. Dus hier zien we eigenlijk de evolutie in actie. Oké, en dan moet vervolgens die informatie, daar moet wat mee gedaan worden. Dus dan wordt het weer overgeschreven als één lang RNA-molecuul. Nou, dat zien we hier gebeuren. Dus dit is het lange RNA-molecuul. Met afwisselend dus stukjes die overgeschreven zijn van de repeat en van de spacer en van de repeat. En dan zijn er enzymen die kunnen specifiek in die stukjes die overgeschreven zijn van de repeats. Dus dat zijn hier de zwarte stukjes. Daar wordt in geknipt. Dus eigenlijk heb je maar één enzym nodig en die kan in elke repeat kan die knippen. En dan krijg je, ik heb er hier maar eentje getekend, maar eigenlijk kunnen eigenlijk alle stukjes informatie die kunnen op een gegeven moment tot een halve repeat en dan het stukje virusinformatie. En dan de volgende weer een halve repeat, stukje virusinformatie en weer een halve repeat. En die stukjes RNA, die gaan vervolgens dienen als een gidsmolecuul eigenlijk. Dus een guide in het Engels. Om ervoor te zorgen dat de Cas-eiwitten, dus dat is een eiwit wat eigenlijk afkomt van een van de Cas-genen. Dus dit is een Cas-eiwit. Die kan dat stukje CRISPR-RNA binden. En vervolgens kan die dat gebruiken om in de aanval te gaan. Dus als er dan weer sprake is van een infectie, van een virus wat al een keer eerder langsgekomen is, dan kan heel specifiek herkenning optreden van dat DNA. En dan kan de zaak geneutraliseerd worden. Oké, dan wordt het geknipt, dat zullen we zo zien. En dan wordt dus eigenlijk het virus onschadelijk gemaakt. Maar dan is er één probleem. En dat is met alle afweersystemen. Namelijk het potentiële probleem van de auto-immuniteit. Want als we erover nadenken, dan is het stukje wat herkend wordt op de virussequentie, dat komt ook voor in zijn eigen CRISPR.
Oké. Okay. Dat kleine groene blokje, wat als nieuwe spacer ingebouwd is, dat zit dus ook in zijn eigen chromosomale DNA. Als hij daar zou knippen, dan zou hij eigenlijk zichzelf in de voet schieten. En dat moet dus niet gebeuren. En hoe kan dat? Het probleem, of wat ik net zei, die sequenties, dus de target sequentie die kan herkennen op het DNA van het virus, dat is precies hetzelfde als in die CRISPR. Maar, en dat is de crux, dat is dus het eigen DNA versus het vreemde DNA. Maar de grap is dat eigenlijk die stukjes die naast die virussequentie gelegen zijn, dus op het virus vergeleken met de CRISPR, die zijn anders. En daar wordt gebruik van gemaakt. En dat gaat op de volgende manier. Dus als we daar even op inzoomen. Hier zie je dan weer, en dit is een beetje detail, maar hier zie je eigenlijk weer het CRISPR-RNA. Okay? En het middenstuk, dat is het variabele stuk. Dus daar kan hij de herkenning mee uitvoeren. En dat zie je hier ook. Je ziet dus dat hier eigenlijk dat RNA weer kan gaan bazenparen. Daar kom ik zo in iets meer detail nog op terug. Om het duidelijk te maken. Maar daar kan hij dus ook weer via die specifieke bazenparing, kan hij dus dat herkennen. En de grap is dat dit is een stukje nog een overblijfsel van een repeat. En aan deze kant ook. En die sequentie is dus anders als het DNA van het virus. Want daar ligt een motief. Dat noemen we hier een PAM-motief. En dat PAM is ook weer een afkorting. Dat is het protospacer adjacent motief. Oké, dus misschien een heleboel detail, maar dit, als daar nog vragen over zijn, en daar kan ik me van alles bij voorstellen, dan vraag gerust, dan gaan we dat, proberen om dat nog duidelijker te maken. Om even dit stuk weer samen te vatten, een filmpje. En hier zie je hoe dat werkt. In het midden het CRISPR-RNA-molecuul. En dit zijn allemaal eiwitten. En dit is het systeem wat wij in Wageningen bestudeerd hebben van de E. coli-bacterie. Dat hebben we, het complex hebben we cascade genoemd voor CRISPR-associated complex for antiviral defense. Nou, hier wordt eerst zo'n PAM-sequentie gevonden. Maar daarnaast ligt dan niet een matching sequentie. Dus daar doet hij verder niks mee. Maar hier vindt hij een PAM. En daar vindt hij op een gegeven moment dat er bazenparing kan optreden van een van de twee DNA-strengen met dat gidsmolecuul. En dan kan dat hele DNA opengetrokken worden. En dan komt er nog een extra kas-eiwit. En die gaat de zaak helemaal in stukken knippen, zoals we zullen zien. Dus dit is een fantastisch systeem om DNA op een hele specifieke manier kapot te maken. Met andere woorden, om de bacterie eigenlijk te redden van deze virusinfectie. Oké, om dit stukje weer af te ronden. De DNA-fragmenten van een virus kunnen dus ingebouwd worden als nieuwe stukjes geheugen in de CRISPR. Die informatie wordt vervolgens afgeschreven van het DNA als een lang RNA-molecuul weer, wat in stukjes gehakt wordt. En dit is een RNA-molecuul wat dan niet een eiwitgen is. Dus dat wordt niet vertaald naar eiwitten. Maar dit blijft RNA. Die kleine stukjes RNA die worden vervolgens als een gidsmolecuul gebruikt om eigenlijk een match te vinden. En die match, kijk, het stuk komt van een virus. Dus matching sequentie is ook van een virus. Dus als er zo'n infectie is, dan kan dit gebruikt worden om het virus te herkennen en kapot te knippen. Oké, het is ook nu heel belangrijk, want nu gaan we het stapje maken naar de toepassingen. Dat we beseffen dat door die specifieke interactie kunnen we dus eigenlijk, als we in staat zijn om dit hele systeem van de bacteriecel te transformeren, bijvoorbeeld naar een humane cel, kunnen we zeggen van nou, in dat gen weten we dat er een foutje zit en dat geeft aanleiding tot een genetische ziekte. En nou kunnen we nu heel gericht die plek opzoeken op het chromosoom. En daar een knip in aanbrengen. En dan, als we dat dan combineren
met de reparatiesystemen die al in die cel zitten, dan kunnen we dat foutje goed maken. En dat ga ik dan in het volgende blokje ga ik dat laten zien. Hoe gaan we met de tijd? Gaat prima. Hoeveel tijd heb ik nog? 20 minuten. Oh, dat is helemaal goed. Oké, dan gaan we nu over de toepassingen praten. Nou, hier zien we weer een kas-eiwitcomplex met zo'n gidsmolecuul. Dus dat gidsmolecuul ziet er als volgt uit. Dus dat zien we dan hier. En dit is dus geschikt om een matching DNA-sequentie te herkennen. Nou, hier hebben we hem. En toevallig is dat precies dezelfde sequentie als waar we mee begonnen zijn. En eigenlijk zien we dat dit een variatie op het thema is. Want ook dit, op deze manier kunnen de DNA-strengen weer uit elkaar. En kan eigenlijk de ene DNA-streng verdrongen worden door dat gidsmolecuul. En dat gaat dus ook weer heel specifiek. En dat is dus de crux van het systeem, die specificiteit. En dat maakt het mogelijk om dus al de mooie toepassingen waar we dan zo meteen kort over komen te praten, om die mogelijk te maken. Dus hier staat dat nog een keer. Die specificiteit is heel belangrijk. En als dat in het geval van een virusinfectie op deze manier een virus herkend wordt, dan kan vervolgens het kas-eiwit kan, wat ik al zei, kan het DNA kapot knippen. En dat leidt dan vaak tot einde oefening voor het virus. En dan nog één keer om toch uit te leggen. Want het voorbeeld wat ik hier geef, dat zijn maar stukjes RNA, gidsmolecuul van 9 letters. En als je dan zou kijken van nou, deze, als we dan een stukje op het humane DNA, dus in al onze 23 chromosoomparen, als we daar een stukje willen knippen, dan gaat dat niet lukken. Dan is dit veel te kort. Ik heb het gisteren nog een keer uit zitten rekenen. En dat betekent dat als we dan zo'n kort stukje zouden doen, dan gemiddeld komt dat 10.000 keer voor op het DNA. Maar dat is dan het mooie van de biologische CRISPR-systemen. Die hebben gidsmoleculen, die zijn meer dan 2 keer zo lang. Die zijn 20 letters. En als je dat dan gaat uitrekenen van hoeveel keer gaat dat in het humane DNA met zijn 3 miljard letters, hoe vaak gaat dat knippen? Nou, voor de wiskundigen onder ons, dan moet je 4 tot de macht 20 doen. En dat is een heleboel. Ik heb het gisteren nog een keer gezien. Dat is een 1 met 12 nullen. Dus dat is veel groter dan het humane DNA. Dus als we dan een bepaalde sequentie van 20 letters vinden waar we eigenlijk een knip willen maken. En dan moeten we ook denken aan die PAM-sequentie, maar dat voert misschien iets te ver. Maar in ieder geval, laten we focussen op die 20 letters, dan gaat dat dus lukken. Dus dat betekent dat we, als we dit systeem in zo'n humane cel binnen kunnen brengen, dan kunnen we echt op een hele specifieke plek, bijvoorbeeld op de plek waar een mutatie zit in het gen voor hemoglobine, wat dan leidt tot sikkelcelanemie. Dan kunnen we daar knippen en dan moeten we een stukje repair DNA, en dat ga ik zo meteen laten zien, waardoor het foutje hersteld kan worden. En geloof het of niet, maar dit is al gelukt. Dit hebben ze de afgelopen jaren, lopen er clinical trials om dat te doen. En dat is al gelukt. De eerste patiënten zijn al genezen van een hele vervelende ziekte. En dat gaat nogmaals, dat gaat niet lukken voor alle genetische ziektes, maar voor sommigen gaat dit zeker een verschil maken. Oké, dus dit heb ik al gezegd. Dus dit kan heel specifiek. Dus komt maar 1 keer voor, zo'n gids. Dus dan kan je eigenlijk zonder al te veel problemen kan je nog een keer gaan knippen. En dit is een beetje zwart-wit wat ik nou zeg. Soms gaat het wel eens mis, maar dat hangt dan van de sequentie af. Die komt dan of 2 keer voor of 5 keer. Er komt een sequentie voor die heel veel op die andere lijkt, dan gaat het wel eens mis. Maar ook daarvoor, daar wordt hard aan gewerkt en er zijn al heel veel stappen gezet om dat toch steeds specifieker te maken. Dus die specificiteit, dat is eigenlijk de terugkerende term die iedere keer weer gebruikt wordt. En dat betekent dus, als we dan een design
guide kunnen maken. En dat kunnen we als we vanavond beslissen. We willen van die sequentie, daar willen we in humane cellen een knip maken. Dan bel ik zo meteen een bedrijf op. En dan hebben we over 2 dagen hebben we die sequentie. En dan kunnen we het experiment gaan doen. En dan weten we over een week of 3 weten we of het gelukt is. Dus zo snel kan het gaan. En dat is het verschil met systemen die hiervoor ontwikkeld zijn. Toen kon dat allemaal nog niet. En toen was die specificiteit niet zo groot. Of was het veel en veel lastiger om dat aan te passen. Nu kunnen we het gewoon bestellen. We kunnen designen. En dat is echt het grote verschil. Dus het is eigenlijk een soort Ctrl-F, Ctrl-X systeem. We kunnen, net als in een groot woordbestand, kunnen we een woord typen met en dan Ctrl-F. En dan zoekt hij daar gelijk dat woord in dat bestand op. Nou, zo moet je eigenlijk het CRISPR-Cas systeem zien. En dan met Ctrl-X kunnen we een stukje eruit halen. En dan met Ctrl-V kunnen we er een stuk inzetten wat we willen. En dat klinkt heel simplistisch, maar zo is het niet zo veel anders als in de biologie van het CRISPR-systeem. Oké, in het filmpje heb ik laten zien hoe dat cascadecomplex werkt. Nou, dat zie je hier al. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Met 6 verschillende genen zijn daarvoor nodig. Dus 5 zijn nodig om dat cascadesysteem op te bouwen. En eentje was er nodig, die wordt hier Cas3 genoemd. Dat was het systeem wat het verhaal afmaakte. Dus die knipte het DNA kapot. Nou, toen zijn er andere systemen ontdekt. En dat is dus onder andere dat Cas9 systeem wat regelmatig in de krant opduikt. En waarvoor de Nobelprijs terecht overigens is uitgereikt aan 2 zeer talentvolle en hele goede dames. Die hebben dat uitstekend gedaan. En die hebben gekozen voor dat Cas9 systeem. En dat heeft geleid tot de CRISPR-revolutie. Om even het verschil aan te geven tussen het cascadesysteem en het Cas9, dit filmpje. Dus hier zien we aan de linkerkant weer het cascadesysteem met zijn 5 verschillende subunits. En dit is het Cas9 systeem. En dat cascadesysteem, wat ik al zei, dat heeft ook nog dat DNA-knippende enzym nodig. Die Cas3, die staat hier nog geen eens bij. En dat Cas9 systeem, dat is eigenlijk een alles-in-één systeem. Dus dat wordt ook wel het Zwitserse zakmes genoemd. Dus heel veel functionaliteiten zitten in dat ene eiwit. En dat heeft eigenlijk geleid tot het succes van Cas9. En het was heel verdrietig voor de mensen in Wageningen. Maar het was super voor alles wat er nu mogelijk is. Om nog even de vergelijking te maken, dit is dat cascadesysteem wat op een gegeven moment een van die DNA-strengen helemaal kapot knipt. Dit is het Cas9 systeem. Die heeft weliswaar een iets ingewikkelder gidsmolecuul. Dat is hier in het rood weergegeven. Het bestaat eigenlijk uit 2 stukjes RNA. Nou, daar gaan we niet op in vandaag. En dan is er nog een... En, dat is heel belangrijk, hij kan dus heel netjes knippen. Dat is ook een groot verschil met het cascadesysteem. Dat eet dus het hele DNA weg. En als we dan sikkelcelanemie in het hemoglobinegen willen gaan repareren, dan is dat geen goed idee, want dan wordt het hele hemoglobinegen opgegeten. Dus dat cascadesysteem, daar hebben we inmiddels ook wel oplossingen voor bedacht. Maar dat Cas9 systeem en ook het Cas12 systeem, want dat is een variatie op het thema, die lijkt een beetje in grote lijnen op het Cas9 systeem. Die kan ook weer vrij netjes het DNA knippen. Allebei de systemen hebben voor- en nadelen. Ik probeer altijd de voordelen van het Cas12 systeem wat te benadrukken, omdat dat een systeem is dat hebben we in Wageningen mede ontdekt. Dus dat is een beetje, dat zien we als ons kindje. Daar zijn we heel trots op. Maar Cas9 was eerder eigenlijk gekarakteriseerd. Dus dat betekent dat de hele wereld is toen op dat Cas9 gedoken. En relatief weinig mensen werken nu aan dat Cas12. Hoewel die wel, bijvoorbeeld in planten, is Cas12 weer heel populair. En ook, er is een bedrijf in Boston die gebruikt dit enzym nu voor sikkelcelanemie. Om dat probleem op te lossen. Dus dit zijn eigenlijk de scalpels, terwijl dit is eigenlijk de motorzaag, waar we niet zoveel mee kunnen voor de precisie engineering die we willen.
Nou, wat nou als we die systemen gaan gebruiken? Dus dan zeggen we van oké, hier willen we een verandering doorvoeren, waar die rode stip staat. Dan moeten we een guide designen die daar specifiek op past, op dat stuk DNA. En er moet weer zo'n PAM-motief in de buurt zitten. Dat is een eis. Dus daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dat moet daar zitten, maar het is maar een paar letters. Dus de kans dat dat voorkomt is heel groot. Dus dat is eigenlijk in de meeste gevallen geen enkel probleem. Nou, dan laten we het CRISPR-systeem, dus het eiwit met het gidsmolecuul, dat moet binnen dan de cel waar we die editing willen doen, moet geïntroduceerd worden. En er zijn verschillende manieren voor. Daar kunnen we ook over praten later als dat nodig is. En dan, dat is eigenlijk wat het CRISPR-systeem doet. Want soms hebben ze het wel over knippen en plakken met dat CRISPR-systeem. Maar dat is niet helemaal waar. Hij kan alleen maar herkennen en knippen. Dat is wat het CRISPR-systeem doet. En dan zijn de reparatiesystemen van de cel waar we die aanpassingen in willen maken, die zijn aan zet. En die systemen, en die komen voor in bacteriën, maar ook in plantencellen en ook in humane cellen, in alle cellen, die systemen zijn erop gericht om DNA-breuken te repareren. Oké? En er zijn verschillende systemen. En dit is het zogenaamde niet-homologe recombinatiesysteem of reparatiesysteem. En dat is een soort quick and dirty manier om zo snel mogelijk maar die breuk te repareren. Maar dat gaat vaak gepaard met wat foutjes. En dat is een methode die wordt nu gebruikt om genen te inactiveren. Dus dan breng je eigenlijk schade aan in een gen. En dan zeg je van ja, dat is niet zo handig. En voor humane patiënten is dat inderdaad niet handig. Maar bijvoorbeeld in de plantenveredeling kan dat wel heel handig zijn. Om een bepaald gen wat je eigenlijk helemaal niet wil, Wat bepaalde negatieve eigenschappen heeft, om dat te inactiveren. En ik kom daar zo meteen aan het eind van de presentatie nog even op terug. Voor de precisie engineering hebben we het homologe recombinatiesysteem nodig. En normaal gesproken is dat een recombinatiesysteem dat gebruikt eigenlijk, als er een breuk in één chromosoom is, dan gebruikt hij het andere chromosoom. Want ik zei net al, we hebben 23 verschillende chromosomen, maar die komen in paren voor. Dus van elk chromosoom is er een kopie in de cel. En die wordt door dit systeem normaal gesproken gebruikt om dat soort schade te repareren. Maar we kunnen, als wij nou willen dat er een specifieke verandering optreedt, dan brengen we samen met het CRISPR, het CRISPR-systeem, dus het Cas-eiwit met het gidsmolecuul, brengen we ook een zogenaamd reparatie-DNA-fragmentje in. En die flankerende stukken van dat fragment, die zijn identiek aan de stukken die eigenlijk om de knip heen zitten. Maar daar laten we dan een stukje sequentie meeliften die bijvoorbeeld een puntmutatie, wat dus één letter fout in het hemoglobinegen, dat kan eigenlijk hele grote gevolgen hebben. Nou, die kunnen we dus op deze manier heel precies kunnen we die repareren. Geweldig allemaal. Oké. Dit is het ene laatste blokje. Dus dat gaan we nu afronden. Dus het wordt gebruikt in de biotechnologie. Of is het al heel vaak gebruikt de afgelopen, wat is het, negen jaar. In bacteriën, in gistcellen, in algen. Dus dat zijn eigenlijk primitieve plantjes, soms eencellig. En in planten zelf. En natuurlijk, er lopen een aantal clinical trials van met name een aantal bloedziektes, waaronder sikkelcelanemie, maar ook bepaalde vormen van immuuntherapie worden op dit moment, daar wordt heel groot op ingezet om daar wat aan te gaan doen. Dus dat je bepaalde witte bloedlichaampjes sterker maakt om in het lichaam van die patiënt zelf. Dus je haalt de stamcellen voor die witte bloedcellen haal je uit een patiënt. Dan doe je de editing. Dan maak je dus hopelijk dat immuunsysteem sterker. Dan check je dat, want dat is het mooie. Dus je kan 100 verschillende cellen kan je proberen te editen. En dan controleer je het. En als het allemaal goed gegaan is,
Dan kan je die opkweken en terugbrengen in het beenmerg van de patiënt. En hatsakee, zou ik bijna zeggen. Nou, dat is zover. Kijk, die sikkelcelanemie die is al gelukt. En dat is geweldig. Dit is iets ingewikkelder. Maar daar zijn ze heel hard mee bezig. En ik ben heel optimistisch dat dat binnenkort ook heel erg gaat meehelpen. Om kankerpatiënten te genezen. Dus dat zou allemaal fantastisch zijn. Verder moeten we het nu hebben, en dat is het laatste stukje van de presentatie, van over, ja, wat, we hebben nu gezien van hoe werkt het een beetje, wat kunnen we ermee, maar ook moeten we zeggen, wat willen we ermee? Dus hoe ver willen we hiermee mee gaan? Want het is zo, en nou laat ik even de kleuren veranderen, ik hoop dat jullie dat zien. Dus de bacteriën, de gisten en de algen, en de humane toepassingen, die heb ik hier met groen aangegeven. De planten heb ik met rood aangegeven, omdat daar nogal een discussie over ontstaan is. En met planten bedoel ik dan de gewassen, dus die wij allemaal gaan eten. Want het is zo dat als je het hebt over het genezen van een patiënt, dan vindt iedereen dat eigenlijk wel een goed idee om die CRISPR-techniek daarvoor voor in te zetten. Maar als het gaat cultiveren van een tomaat, dan zeggen ze van ja, moet dat nou? En dat moeten we eten. En is dat niet gevaarlijk? Dat is eigenlijk de grote vraag. Dus de laatste paar slides die gaan daarover. En met name over de regelgeving in de EU. Dus dat is de GGO, dus dat is genetisch gemodificeerde organismen, of in het Engels GMO. Genetically modified organisms. Nou, dat zijn regels die zijn eigenlijk geformuleerd voor de veiligheid. Nou, dat is allemaal prima natuurlijk. Maar ik denk dat het met name prima is voor als we hele grote veranderingen gaan invoeren. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van mais. En dat noemen ze BT-mais. Daar hebben ze dus een toxine-coderend gen van een bacterie hebben ze in die maisplanten gezet. Nou ja, dat klinkt heel eng natuurlijk. Maar dat hebben ze getest. Valt allemaal reuze mee. Want die toxines zijn alleen toxisch voor insecten. Voor de insecten die dus eigenlijk die planten opeten. En dat willen we dus een beetje tegengaan. Voor mensen of voor dieren is het totaal niet schadelijk. Nou, dat hebben ze jarenlange proeven hebben dat aangetoond. Dus dat mag nu tot op zekere hoogte. En niet alleen in mais, maar ook in andere gewassen wordt dat al toegepast. Maar dus dat is allemaal prima, dat daar die regels voor zijn. Maar hele kleine veranderingen, dat is eigenlijk een beetje onzin om het daarvoor te doen. Want dat eigenlijk alles wat we nu bij de groenteboer kunnen kopen, dat is aangepast door eeuwenlang te kruisen. Nou, dat is natuurlijk op zich een natuurlijk proces. Maar ook door die plantenzaden bloot te stellen aan allerlei chemische stoffen of aan straling, zelfs radioactieve straling. En dat kan ook helemaal geen kwaad in principe. Want die zaadjes die worden bestraald en die worden vervolgens geselecteerd, doorgezet en gekeken van nou komen daar planten uit. Vaak komen er geen planten uit, want dan worden die zaadjes doodgestraald. Maar soms komen er planten uit met gunstige eigenschappen en daar wordt dan mee doorgegaan. Maar dat ligt dus gewoon bij de groenteboer. En dat eten we en dat vinden we allemaal prima. En dat geeft niet, want er is nog nooit iemand van omgevallen. Dus dat is helemaal goed. Maar nu komen we met CRISPR. Kunnen we heel specifiek bijvoorbeeld een gen uitschakelen. Iets wat in de natuur ook gebeurt. En dat vinden we dan ineens, of dat vinden de mensen in Brussel die hierover gaan. Maar ook heel veel mensen in het publiek, die vinden dat eng. Nieuwe technologie, er zitten bedrijven achter. Ja, dat zal wel voor de aandeelhouders zal dat een goed idee zijn. Maar wat hebben wij eraan? En dat is dus iets om goed over na te denken. Want soms is het heel goed om genen uit te schakelen, laat ik zo zien. Of om bijvoorbeeld een gen van de ene aardappel in de andere te zetten, om hem resistent te maken tegen bepaalde ziekteverwekkers. Ik ga nu even door. De rode landen op deze wereldkaart zijn dus de landen waar eigenlijk besloten is van nou. Of de groene landen, laat ik daarmee beginnen. Dat zijn de landen waar ze dit allemaal goed vinden. Dus kleine veranderingen met CRISPR, dat is geen GMO. Die grote veranderingen wel. Nou, helemaal goed. Maar wat hebben ze in hun wijsheid in Brussel besloten? Alles wat je
Wat je verandert met CRISPR, dat gaan we GMO noemen. Nou, en dat vind ik eigenlijk, ik heb het eigenlijk al een beetje aangegeven. Dit is de laatste slide, Lubbert, dus maak je niet ongerust. Het genoom, ik kom nog één keer met een paar getallen. Het genoom van de mens, dat hebben we gehoord, dat is 3 miljard letters. Van de tomaat, 1 miljard. Oké, onthoud dat getal. Want in Wageningen hebben ze een stuk of 100 tomatenrassen hebben ze compleet geanalyseerd. En hebben ze gevonden dat gemiddeld zijn er 15 miljoen veranderingen per tomaat uitgevoerd. Nou, dat betekent dus 1-2% van het DNA is helemaal overhoop gehaald. En soms heeft dat dus aanleiding gegeven tot een grotere tomaat. Maar soms is er schade aangericht. Bijvoorbeeld dat de smaak minder is geworden. Of dat de voedingswaarde minder is geworden. Of dat er genen geïnactiveerd zijn die meehelpen om te beschermen tegen ziekteverwekkers. Dus er is aan de ene kant noemen ze het een gecultiveerde tomaat. Maar er is ook heel veel schade aangebracht. En die 1,2 of 1-2%, dat is ook best veel. Dat is net zoveel als tussen de mens en een aap. Niet alle mensen, er zijn mensen die zitten er een beetje tussenin. Ik heb geprobeerd om een foto van Poetin te vinden. Is me niet gelukt. Tenminste niet eentje die hier goed bij paste. Maar goed, oké. Laatste getal die ik ga noemen. Nu hebben ze met CRISPR, hebben ze van uitgaande van dezelfde kleine wilde tomaat uit de Andes, hebben ze, en die lijkt een beetje op deze tomaat, hebben ze door 6 genen uit te schakelen, hebben ze in tijdsbestek van een jaar, hebben ze die tomaat gecultiveerd. Vergelijk dat met de, in ieder geval 50, maar misschien honderden jaren van cultivatie. Dus het gaat heel snel. En als je kijkt naar het aantal veranderingen, dat is een paar veranderingen per gen. Oké? Dus 15 ten opzichte van de 15 miljoen. En dan zeggen ze van dit is veilig. En dat is best wel riskant, want het is een techniek die kennen we niet. En dat, kijk, dan hebben ze het dus over de techniek. Ze kijken naar het proces van hoe het gemaakt is. Maar dat is dus helemaal verkeerd. Ze moeten kijken naar het eindproduct. Want dat is wat we eten. En dat eindproduct is dus de tomaat met 15 veranderingen ten opzichte van 15 miljoen. Oké, dus laatste slide. Die discussie die we voeren over het toelaatbaarheid van CRISPR, die moeten we voeren op basis van solide wetenschappelijke argumenten. En niet op basis van allerlei onderbuikgevoelens. Natuurlijk moeten we die mensen serieus nemen die daar twijfels over hebben. Maar dan moeten we ze op een goede manier proberen uit te leggen. Verder is een hele belangrijke, is het zogenaamde Noorwegen-model. Daar zeggen ze van, eigenlijk om tegengas te geven tot het argument, op het argument van ja, dat is alleen maar goed voor die bedrijven. Nee, het moet goed zijn voor de samenleving. Dus het moet goed zijn voor, als we nou bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is in Hawaii. Was een hele grote anti-GMO-lobby totdat de papaya's ziek werden. Het is heel groot, papaya's in Hawaii. Maar daar hebben ze uiteindelijk, omdat het goed was voor de samenleving, hebben ze daar toch een resistentiegen uit een andere plant ingebracht. En de hele bevolking gedoogde dat. Maar ze zijn nog steeds tegen GMO. Maar dat geeft aan van als het maar goed is, dan zijn mensen eerder bereid om te zeggen van oké, misschien toch een goed idee. En verder, en dat is het laatste punt, zou het toch wel heel handig zijn, want die GMO-discussie die loopt al 40 jaar of zo. En dan kan je denken aan partijen als Greenpeace, die hele goede bedoelingen hebben, maar die hele verkeerde dingen zeggen. Maar de bedoelingen zijn hetzelfde. Hetzelfde eigenlijk als de voorstanders. En dat is, we zijn het er allemaal over eens dat we eigenlijk planten moeten hebben die minder water nodig hebben, minder kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen en die op wat voor manier dan ook minder energie kosten. En die meer duurzame productie opleveren, die gezond zijn en die ook nog eens een keer lekker zijn. En ik denk dat als we die discussie voeren met Greenpeace, en ik heb het al een aantal keren geprobeerd, als er hier iemand in de zaal zit die iets met Greenpeace te maken heeft, dan wil ik daar heel graag mee in discussie. Hier moeten we uit kunnen komen. Dat moet niet zo ingewikkeld zijn, maar we moeten proberen om van allebei de kanten flexibel te zijn.
Als jullie er zelf wat over willen lezen, dan lijkt me dat heel verstandig. Dus luister niet naar wat ik gezegd heb. Mijn mening doet er niet toe. Jullie moeten dat zelf vinden. Want met z'n allen moeten we op een gegeven moment de politici overtuigen van wat we met z'n allen willen. En als dat iets is wat ik niet leuk vind, dat maakt niet uit. We moeten dat met z'n allen moeten we dat besluiten. Daar gaat het om. Ik ga deze slides ga ik opsturen morgen. En dan kunnen jullie zelf... Kunnen jullie naar die websites kijken die ik hier opgevoerd heb. Dit is een link naar een hele mooie presentatie. Daar moet je zeker ook naar kijken. En dat was het. Hier ga ik het bij laten. Dank, John van der Oost, voor de mooie lezing. Ik hoop dat er vooral veel vragen gerezen zijn. We gaan nu een trio spelen. Jennifer O'Connell van Studium Generale mengt zich onder u om een microfoon te overhandigen wanneer u een vraag heeft. Wacht u even totdat zij bij u is. Wacht u even tot u de microfoon heeft. En ik mag proberen aan te wijzen wie de volgende vraagsteller is. En dan kijken we weer naar John van der Oost. Ik mag proberen om het antwoord te geven. En John mag dan weer het antwoord geven, want het is een trio. Heeft u vragen? Jennifer, zullen we daar rechts beginnen? Eén vraag dit keer, want ik krijg heel veel vingers. Ik ken deze meneer, hij heeft altijd heel veel goede vragen. En dat gaan we nu vast ook horen. Kunt u misschien opstaan dat we even... Doet hij het, Jennifer? Nee, hij doet het niet, volgens mij. Ja, doe mij even zo. Ik herhaal de vraag wel. Verhef de stem maar. Oké. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, dat valt heel erg mee. Ik denk dat de kasgenen zelf, en dat is natuurlijk stabiel, dat verandert niet zoveel. Dus dat is bij elkaar iets van 5000, zal ik maar zeggen. Elke repeat in E. coli, waar wij het bestudeerd hebben, en dat verschilt niet zoveel per, of als je verschillende organismen bekijkt, verschillende bacteriën met verschillende CRISPR-systemen. Elke repeat is iets van 30 letters. En elke spacer ook. Dus dat is maar eigenlijk een heel klein stukje. Maar soms, ik geloof dat het wereldrecord nu staat op een CRISPR met iets van 400 verschillende spacers. En dat is natuurlijk dat is op zich vrij veel. Als hij dat iedere keer tot expressie moet brengen, ja, dat is toch, daar moet hij zijn energie in stoppen. En je ziet dus ook gebeuren dat als je verwante bacteriën met elkaar vergelijkt, en je zet de CRISPRs onder elkaar, dan zie je dus met name dat aan de kant waar de nieuwe stukken zijn ingezet, daar verschillen ze, omdat ze eigenlijk verschillende virussen tegengekomen zijn. Dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment dat het hetzelfde is. Want toen zijn ze uit elkaar gegaan, zeg maar, op dat punt. En aan het eind, dus de oude spacers die lang geleden ingebouwd zijn, daar zie je dus grote deleties op optreden. En dat, voor zover we dat nu kunnen inschatten, is dat een spontaan iets. Dus dat er recombinatie plaatsvindt tussen de repeats waarschijnlijk. En dan worden er stukken opgeruimd om dat toch een beetje te stroomlijnen. Dank. Volgende vraag. Ja, wilt u ook even gaan staan en proberen luid... Dat is een hele goede vraag. Dus de vraag is van je maakt een verandering in één cel, bijvoorbeeld in het menselijk lichaam. En hoe gaat zich dat verspreiden? Nou, niet dus. En dat is dus ook het grote probleem. En daarom, wat ze dan doen, bijvoorbeeld met dat voorbeeld van die sickle cell anemie, halen ze dus een stamcel
uit de patiënt. Dan veranderen ze die, testen en dan brengen ze hem uiteindelijk weer terug. En, dan gaat, en voordat ze terugbrengen, stralen ze dan de oorspronkelijke cellen kapot. Nou, ik heb net van een specialist gehoord, dat klinkt weliswaar heel eng, maar dat is een routine techniek tegenwoordig. Dus dat kunnen ze dan terugbrengen. En dan in het beenmerg van die patiënt worden die nieuwe bloedcellen uit die stamcellen gemaakt. Dus eigenlijk op een gegeven moment zijn alle bloedcellen in een patiënt, dat zijn de aangepaste bloedcellen. Dus dat is een, en daarom is dus niet voor niks dat ze met die bloedziektes begonnen zijn. Want dat is natuurlijk een relatief makkelijke. En dat heeft ook een goed effect, zeg maar. Die kans is vrij groot dat het goed komt. Verder, en dat is als je dit echt in het humane of iets anders wil gaan aanpassen. Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. En dat is een groot probleem. Of dat is een uitdaging, laten we het zo zeggen. Dan moet je dus eigenlijk alle cellen, of zoveel mogelijk cellen, moet je dan zien te bereiken. En dat doen ze met systemen. Die zijn ook weer gebaseerd, dat is heel toevallig, op virusdeeltjes. Dus humane virussen. Maar daar halen ze dan het DNA uit. Dus het heeft in feite niks meer met het virus te maken, behalve het omhulsel. Nou, daar brengen ze dan het CRISPR-systeem in met de toepassing. En die het enige wat dat virusdeeltje nog wel kan, is eigenlijk zijn DNA binnenbrengen in humane cellen. En daar hebben ze nu bijvoorbeeld AAV, dat is zo'n systeem dat is gebaseerd op adenovirussen. En daar hebben ze 9 verschillende van of zo, of misschien nog wel meer inmiddels. En die kunnen heel specifiek bepaalde weefsels infecteren. Dus stel dat je een probleem in de lever hebt, dan kunnen ze een bepaald virus kunnen ze dan zo ontwikkelen en inbrengen in het menselijk lichaam. En dan worden hopelijk zoveel mogelijk cellen, levercellen, worden veranderd. Maar dan moeten we wel zeker weten, en dat wordt, voor zover ik weet, is dat nog nooit gedaan. Want dan moeten we wel zeker weten dat het allemaal foutloos gaat. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat, kijk, ik heb gehamerd op die specificiteit. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is prachtig van het CRISPR-systeem. Maar in eerste instantie is toch een aantal keren gevonden dat die specificiteit, dat niet, zeg maar, een knip aangebracht werd alleen op de plek waar er een match van de 20 letters was, maar ook op een plek waar een match van 18 letters was of 17. En dat wil je natuurlijk niet. Als dat op een belangrijke plek zit, dan ga je daar dus ook veranderingen introduceren. En dat moet je niet hebben. Dus er zijn inmiddels al heel veel stappen gemaakt om het systeem te verbeteren. Maar we zijn er nog niet dat we dat echt voor dat soort toepassingen kunnen gaan gebruiken. Maar dat zit eraan te komen. Dank. Een vraag hier vooraan. Wilt u ook even gaan staan? Kunt u de vraag herhalen voor de hele zaal? De vraag is, hoe zit het met schimmels? En van wat nou als je schimmels en bacteriën met elkaar vergelijkt? Nou, bacteriën, dat zijn de meest simpele organismen. Dat noemen we de prokaryoten. Die hebben geen kern. Schimmels zijn al iets ingewikkelder. Dus die hebben wel een kern. En die hebben dus ook meer DNA. Maar het is inderdaad zo dat ik heb me wel afgevraagd, want dat is een vraag die ik ook vaak krijg, van zitten dit soort systemen ook in de hogere organismen, dus bijvoorbeeld schimmels of planten, waarom hebben die geen CRISPR-systeem? Nou, dat is niet zo eenvoudig om te beantwoorden. En daar kunnen we eigenlijk natuurlijk alleen maar over speculeren, van waarom vind je iets niet? Maar ik kan me voorstellen dat soms gaat het ook mis met het inbouwen van nieuwe spacers in een CRISPR. En dat hebben we gezien dat in bacteriën bijvoorbeeld, pakt hij soms ook stukjes van zijn eigen DNA. En dat bouwt hij dan in een CRISPR. En dan is dat mooie verhaal wat ik had over die auto-immuniteit, dat is wel waar, weet je wel. Dan gaat hij dus zichzelf aanvallen. En dat gebeurt, maar in een bacteriepopulatie is dat geen enkel probleem. In een plant, als er ineens een tak afvalt daardoor, dat wil je niet. Of in een mens, als er een hand het ineens niet meer doet, dat wil je niet. Maar schimmels zijn eencellig. Of sommige schimmels, de gisten bijvoorbeeld, die zijn eencellig.
En daar zou het theoretisch moeten kunnen om daar een werkend CRISPR-systeem te hebben. Maar dat is er dus niet. En waarom? Dat is een hele goede vraag en ik kan daar nog niet het antwoord op geven. Nee, oké. Even herhalen. Het zou makkelijk zijn voor het brood of wat dan ook. Of het bier maken. Bier, dat is ook een hele goede toepassing natuurlijk. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar de aanpassing in gist gebeurt al met het CRISPR-systeem. Maar dat is dan een bacterieel CRISPR-systeem. Maar dat werkt heel goed. Oké, dank. Hier een vraag vooraan. Ja, nou de vraag is eigenlijk designer baby's, daar komt het eigenlijk op neer. Dus kunnen we mensen op embryoniveau verbeteren, om het zo maar te zeggen. Ik vind dit heel eng. En theoretisch kan het, ja. Maar dat vind ik dus typisch een geval. Het is heel grappig, maar journalisten, binnen 3 minuten als ik met ze praat, hebben ze het over designer baby's. Nou ja, het theoretisch kan er dus van alles inderdaad. En dat is niet anders. Daar moeten we het mee doen. En tenminste, het enige wat mijn antwoord is... laten we vooral met z'n allen hier heel goed over nadenken. En laten we met z'n allen zeggen van wat we toelaatbaar vinden. Vinden we het... Kijk, als het gaat om het repareren van een genetische ziekte op embryoniveau... Kijk, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Want dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat dan uit een hele familielijn een ziekte helemaal weg is. Weet je wel? En dat klinkt niet verkeerd. Maar als het gaat over designerbabies, dan zeg ik altijd tegen die journalist van... Nou, misschien moeten we dan tegen die potentiële ouders vertellen dat ze eigenlijk die selectie... Dat ze die maar moeten doen als ze elkaar op de dansvloer tegenkomen. Dus daar moeten ze maar even goed kijken van, nou, hoe wil ik dat mijn nageslacht eruit ziet? Hoe hip moet die zijn? Maar het is een hele goede vraag en dat is zeker een punt. En daar moeten we zeker met z'n allen moeten daar iets over gaan zeggen of over gaan vinden. Ja, meneer, uw beurt. Ja. Hebben ze zo stom geweest om dat per ongeluk verkeerd te doen? Dit is een hele goede vraag en daar kan ik minstens... Haal je de vraag even? Oh ja, waar komt het CRISPR-systeem in de evolutie vandaan? Nou, we werken samen met iemand die hier hele... prachtige ideeën over gepubliceerd heeft, Eugene Koenin. Dat was in feite ook de persoon die ons geattendeerd heeft op het feit van... hey, dit is heel interessant, misschien moet je daar wat aan gaan doen. En dus dat is, daar ben ik hem nog steeds zeer erkentelijk voor. Maar in ieder geval, die heeft eigenlijk gevonden dat net als heel veel andere systemen in de evolutie... zijn ook de CRISPR-systemen ontstaan uit... bestaande systemen met een andere functie. En die zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen. En dat was dan een combinatie die weer een stapje verder kon gaan. Of die weer iets anders kon. En dat zo gauw dat dan in het voordeel is van dat organisme... ja, dan is het een succesvolle stap in de evolutie. En waar deze systemen allemaal vandaan komen... dat is heel grappig. Dat komt inderdaad aan de ene kant uit bestaande afweersystemen, dus relatief simpele afweersystemen. Bijvoorbeeld de DNA-etende enzymen, de nucleases, die komen bijvoorbeeld daar vandaan. Andere systemen komen uit transposons. Transposons zijn net als virussen. Dat zijn
selfish DNA noemen we het. Dat is een ingewikkeld verhaal. Laten we het maar een soort virusachtige deeltjes noemen. Die dus ook inderdaad stukjes van de puzzel hebben aangedragen. Maar het grappige is ook weer, en dat is de wapenwetloop van de evolutie, dat dus ook bepaalde virussen hebben het hele CRISPR-systeem weer geadopteerd. En die gebruiken het nu in de aanval van bacteriën. Ik kan hier uren over praten, het is geweldig. We gaan verder naar de volgende vraag. Dank u wel voor de vraag en het antwoord. Meneer, achteraan, u had een vraag? Ja, en daarna bent u aan de beurt, meneer. Ja. Ja, nou Wesley, dit is een hele goede vraag. Dus de vraag is is dit ook al... Ik heb het mooie voorbeeld gegeven van bepaalde bloedziektes waar het dus al werkt. Bepaalde spierziektes is een... dat is heel lastig. Wat is de vraag? De vraag is van of bepaalde spierziektes, Duchenne in dit geval, of die ook liefst op zo kort mogelijke termijn, of daar wat aan gedaan kan worden. En of CRISPR daar een rol in kan spelen. Nou, ik kan daar helemaal niks over zeggen. Kijk, ik ben zelf een microbioloog. Dus persoonlijk ga ik niet veel verder dan gistcellen. Maar we werken wel samen met een groep in Leiden van professor Niels Gijssen. En die werkt aan Duchenne. En die heeft een bedrijfje opgericht. Want hij heeft een nieuwe truc bedacht om... eigenlijk dat CRISPR-systeem in het lichaam in cellen binnen te krijgen. Dus niet met die virale systemen waar ik het net over had, maar met een andere truc. En daar is hij dus op dit moment in muizen mee bezig. Dus een Duchenne-model in muis. Dat doet hij samen met mensen in België. Hij heeft inmiddels een bedrijfje opgericht waar 10 mensen nu aan werken. En dat is natuurlijk veel te weinig en het gaat allemaal veel te langzaam. Maar ik hoop dat dat op termijn gaat meehelpen. Dus om op jouw vraag antwoord te geven van is het op tijd voor jou? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Ik zou eens een mailtje sturen naar Niels Gijs. Ik wil met alle plezier zijn coördinaten zo meteen aan je doorgeven. Om te kijken hoe de zaken ervoor staan. Het gaat natuurlijk altijd veel te langzaam. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat misschien over... dat op termijn, laat ik geen jaartallen noemen. Want op termijn gaat dit hopelijk lukken. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ik snap dat niet goed genoeg is voor jou. Maar dat is wat het is. Dat was de volgende vraag. Nee. De vraag is over Monsanto. Als we de GMO-discussie hebben of de Greenpeace-discussie... dan komt Monsanto altijd langs. Dat zijn inderdaad de slechterikken. Die hebben inderdaad ook mooie genetische veranderingen doorgevoerd. Maar dat koppelen ze wel aan eigenlijk een asociaal winstmodel... En dat is precies wat we eigenlijk, daar moeten we nou eens omheen. En daarom is het heel belangrijk, denk ik, dat we met een paar voorbeelden komen waar de maatschappij echt wat aan heeft. Dus kijk, als het goed is voor de boer, dus als de opbrengst groter wordt, dan is het ook goed voor de samenleving. Want dat betekent dan dat het goedkoper wordt. Of als de boer gewassen kan ontwikkelen die een hogere voedingswaarde hebben, of die dadelijk kunnen groeien met het veranderende milieu op plekken waar dat anders niet zou kunnen, ja, dan hebben we daar allemaal baat bij. En dat is wat we echt nu nodig hebben. En dat, dus het is een hele goede vraag, een hele terechte vraag ook.
En ik hoop dat er binnenkort stappen gezet worden om een gebaar te maken. En daar hebben we het tijdens het diner over gehad. Heeft Wageningen Universiteit heeft gelanceerd een paar maanden geleden dat ze een vijftal CRISPR-patenten vrij beschikbaar maken aan non-profit organisaties, met name in de derde wereld, maar ook daarbuiten, om aan te geven dat wat wij willen is gewoon de wereld beter maken. En natuurlijk zijn we er ook niet vies van om af en toe samen te werken met de farmaceutische industrie om bepaalde ziektes op te lossen. Maar ik denk in het geval van voedsel het is een gebaar, laat ik het zo zeggen. En ik hoop dat dat navolging gaat vinden. En dat we op die manier stapje voor stapje toch ook de samenleving kunnen laten zien dat we hier hele goede dingen mee kunnen doen. We naderen ongeveer het einde. Als u nog urgente vragen heeft, ik zie nog twee vingers. Mag ik bij mevrouw beginnen? Kunt u eventueel staan? Ja, dank. De vraag is of RNA-vaccins of die ook veranderingen kunnen aanbrengen op het DNA van cellen. Voor zover ik weet en voor zover ik het systeem snap, is dat niet het geval. Dus totaal geen reden tot ongerustheid. Dat gebeurt niet. Dat is het korte antwoord. Was daar een laatste vraag? Ja, mevrouw. Wat gaat hij maken, hybride wat? Hybride mammoeten. Mammoeten, aha, ja. Mammoet, terug. Maar daar zit nu heel veel geld in. En ik vroeg me af of daar alweer nieuwe technologieën zijn gevonden. Of weet ik dat? De vraag is, er is een club in Amerika en die heeft het plan of de uitdaging opgepakt om de mammoet weer tot leven te wekken. Dus ik denk inderdaad een soort stukjes mammoet DNA wat af en toe in Siberië of waar dan ook gevonden wordt. Om dat eigenlijk te combineren met het DNA van een olifant, waar die het meest op lijkt, die nog leeft. Ja, dat soort projecten, dat is eigenlijk in de categorie designer babies, denk ik. Het is een technische uitdaging, maar en ik zou er ook geen probleem mee hebben, hoor. Misschien vind ik het nog minder erg als een designer baby. Tenminste, als het echt gaat om zwarte krullen en blauwe ogen en weet ik het allemaal. Of het talent van Mozart of Johan Cruijff. Tenminste, dat laatste, daar kunnen we misschien nog over denken, of dat een goed idee is. Maar met die olifanten, ja, dat is echt weer zo'n publiciteitsstunt. En dat is, ik denk dat het niet goed is voor de wetenschap. Ik zou er helemaal geen probleem mee hebben als er op een gegeven moment inderdaad mammoeten rondhuppelen in Artis of zo. Maar voor mij hoeft het niet. Dus eigenlijk een beetje flauwekul. Maar technisch is het een uitdaging, dat kan je wel zeggen. Maar... Dank. Ik denk dat ze eigenlijk, laat ik zo afsluiten, beter hun tijd kunnen spenderen aan de belangrijkere vragen en problemen. Bijvoorbeeld Duchenne in de maatschappij. Een allerlaatste vraag. Graag een korte vraag en een kort antwoord. Poeh, ja, dit is niet echt een korte vraag. Of wel een kort antwoord. Een kort antwoord, ja.
Ja, wat? Nee, ik, dit is een hele goede vraag. Maar ja, dat kan ik niet zomaar even oplossen. Ik denk dat het heel belangrijk is en daarom vind ik het heel fijn dat ik hier kan zijn en dat ik vaker dit soort lezingen geef. Dat we met z'n allen hierover na gaan denken. En wat vinden we nou acceptabel? En wat zouden we willen? Hoe ver kunnen we gaan? En hoe ver willen we zeker niet gaan? En ja, maar dat, daar kan ik van alles van vinden, maar dat is niet zo interessant. Het gaat om wat jullie vinden. En heel veel meer kan ik er niet over zeggen. Dus ik zou zeker aanraden om die links eens te bekijken die ik erbij gedaan heb. Dat zijn eigenlijk unbiased een document, zeg maar, van adviseurs van de EU. Die eigenlijk op basis van wetenschappelijke argumenten zeggen van wat zou je eigenlijk moeten beslissen. En een documentaire waar ook voor- en tegenstanders aan het woord komen. Dus ik zou zeggen van kijk daarnaar. En dan, maar ik wil met alle plezier zo tijdens een biertje, want daar zijn we nu allemaal wel aan toe, denk ik. Over verder praten. Dank. De fase hier in de aula zal nu worden afgesloten door onze voorzitter van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap Groningen, professor Loedelij. Het woord is aan u. Even heel kort afsluiten, want zoals zojuist gezegd, alles wat ik nu zeg gaat af van de tijd die wij aan een biertje kunnen besteden. J.C. Kapteinlezing, de negende alweer in een lange reeks. Misschien goed om nog even te weten wie J.C. Kaptein is. Dat is zeker goed, ja. Mijn voorganger, professor Van der Kruid, heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat is het eerste cadeautje wat ik wil overhandigen. Dank u wel. Dan, kader van de cadeautjes, een spiegel der wetenschap. Koninklijk Natuurkundig Genootschap heeft ter gelegenheid van zijn 200-jarig bestaan, nu alweer 20 jaar geleden, dit mooie boek ligt, dat is zeg maar een mooi overzicht van 200 jaar wetenschap, geïllustreerd naar aanleiding van allerlei wetenswaardigheden bij het Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Zeer de moeite waard om te lezen. Ook na 20 jaar zeker nog niet verouderd. Dank u wel. Er staat geen CRISPR in, denk ik? Nee, nog niet. Dat komt in de volgende uitgave waarschijnlijk. Heel goed. Daar komen we graag op terug. Oké. Goed, dan heel belangrijk. De penning. Die hoort bij deze lezing. Dus we hebben een mooie, hele mooie penning. Met een inscriptie. Dank u wel. Dus ik zou zeggen. Dus ik neem aan dat die voor mij is? Ja, die is. Ik liet hem alleen maar even zien en nu overhandig ik hem. En dan. Nee, we zijn er nog niet. Uiteraard de gewone onkostenvergoeding en het prijzengeld. Alsjeblieft. Okay. Bedankt. Dank u wel.